Hi everyone! Today we will do preparation for the question and answer part of the A1 speaking exam. In this part of the exam, you are asked a question and have to answer it in Dutch. The Ministry has published all the 60 questions on their website so that you can prepare well for the exam. In this video, we will go through all the 60 questions. You will hear multiple possible answers for each question. Remember that in the exam it is sufficient to answer the question in one or two words however we will go through some example sentences to help you learn and contextualize the words so get focused and let's get into it bij wie gaat u wonen in nederland bij mijn partner bij mijn familie ik ga bij mijn partner wonen Ik ga bij mijn familie wonen. Hoe bent u hier gekomen? Met een fiets, met een auto, met een bus, met een trein, met een taxi. Ik ben met een fiets gekomen. Ik ben met een auto gekomen. Ik ben met een bus gekomen. Ik ben met een trein gekomen. Ik ben met een taxi gekomen. Hoe gaat het met u? Goed, prima. Het gaat goed. Het gaat prima. Hoe gaat u naar uw werk? Met een fiets. Met een auto. Met een bus. Met een trein. Ik ga met een fiets naar werk. Ik ga met een auto naar werk. Ik ga met een bus naar werk. Ik ga met een trein naar werk. Hoe laat begint u met werken? Acht uur. Negen uur. Ik begin om acht uur. Ik Begin om negen uur. Hoe laat gaat u s'avonds naar bed? Tien uur. Elf uur. Ik ga om tien uur naar bed. Ik ga om elf uur naar bed. Hoe laat is het nu? Negen uur. Het is nu negen uur. Het is nu tien uur. Hoe laat stopt u met werken? Vijf uur. Zes uur. Ik stop om vijf uur. Ik stop om zes uur. Hoe laat wordt u ochtends wakker? Zes uur. Zeven uur. Ik word om zes uur wakker. Ik word om zeven uur wakker. Hoe vaak bent u al in Nederland geweest? Heel vaak. Een keer. Nooit. Ik ben heel vaak in Nederland geweest. Ik ben één keer in Nederland geweest. Ik ben nooit in Nederland geweest. Hoe vaak kijkt u TV? Elke dag heel vaak soms nooit ik kijk elke dag tv ik kijk heel vaak tv ik kijk soms tv ik kijk nooit tv hoe vaak Luistert u naar de radio? Elke dag heel vaak, soms nooit. Ik luister elke dag naar de radio. Ik luister heel vaak naar de radio. Ik luister soms naar de radio. Ik luister nooit naar de radio. Hoeveel broers en zussen hebt u? Drie. Vier. Geen. Ik heb drie broers. Ik heb. Vier zussen. Ik heb geen broers en zussen. Hoeveel dagen in de week werkt u? Drie dagen. Vijf dagen. Ik werk drie dagen in de week. Ik werk vijf dagen in de week. Hoeveel jaar school hebt u gehad? Tien jaar. Twaalf jaar. Ik heb tien jaar school gehad. Ik heb twaalf jaar school gehad. Hoeveel kinderen hebt u? Twee. Drie. Geen. Ik heb twee kinderen, ik heb drie kinderen. Ik heb geen kinderen. Hoeveel talen spreekt u? Twee, drie. Ik spreek twee talen. Ik spreek drie talen. In wat voor huis gaat u wonen in Nederland? Groothuis, Kleinhuis, Flat, Rijtjeshuis. Ik ga in een groot huis wonen. Ik ga in een klein huis wonen. Ik ga in een flat wonen. Ik ga in een rijtjeshuis wonen. In welk land bent u geboren? In Marokko. In Thailand. Ik ben geboren in Marokko. Ik ben geboren in Thailand. In welke plaats gaat u wonen in Nederland? In Amsterdam, in Den Haag. Ik ga in Amsterdam wonen. Ik ga in Den Haag wonen. Met hoeveel mensen werkt u? Vijf mensen Veel mensen. Ik werk met vijf mensen. Ik werk met veel mensen. Naar welke muziek luistert u graag? Klassieke muziek. Volksmuziek. Popmuziek. Ik luister naar klassieke muziek. Ik luister naar volksmuziek. Luister naar popmuziek. Op welke dagen werkt u? Maandag, Dinsdag. Ik werk op maandag. Ik werk op maandag en Dinsdag. Van welke muziek houdt u? Klassieke muziek. Volksmuziek Popmuziek Ik hou van klassieke muziek Ik hou van volksmuziek Ik hou van popmuziek Waar bent u geboren? In Indonesië In Syrië Ik ben geboren in Indonesië. Ik ben geboren in Syrië. Waar heeft u Nederlands geleerd? Op school thuis. Ik heb op school Nederlands geleerd. Ik heb thuis Nederlands geleerd. Waar woont u? In Istanbul. In Jakarta. Ik woon in Istanbul. Ik woon in Jakarta. Waar woont uw familie? In Istanbul. In Jakarta. Mijn familie woont in Istanbul. Mijn familie woont in Jakarta. Waarom wilt u naar Nederland om bij mijn partner te zijn om met mijn man te wonen om met mijn vrouw te wonen Ik wil bij mijn partner zijn Ik wil met mijn man wonen Ik wil met mijn vrouw wonen Wanneer bent u geboren? Op 17 augustus 1988. Ik ben geboren op 17 augustus 1988. Wanneer wilt u naar Nederland gaan? Volgende maand. Over drie maanden zo snel mogelijk. Ik wil volgende maand naar Nederland gaan. Ik wil over drie maanden naar Nederland gaan. Ik wil zo snel mogelijk naar Nederland gaan. Wat doet u graag met uw familie? Wandelen. Films kijken Ik wandel graag met mijn familie Ik kijk graag films met mijn familie Wat doet u graag met uw vrienden? TV kijken Voetbal spelen Ik kijk TV met mijn vrienden Ik speel voetbal met mijn vrienden. Wat doet u in het weekend? Boodschappen Sporten Ik doe boodschappen in het weekend Ik sport in het weekend Wat doet u in uw vrije tijd? Boek lezen Bakken. Ik lees een boek. Ik bak een taart. Wat doet u op een feestdag? Lekker eten. Naar mijn familie gaan. Naar mijn vrienden gaan. Op een feestdag ga ik lekker eten. Ik ga naar mijn familie. Ik ga naar mijn vrienden. Wat drinkt u graag? Thee. Koffie. Sap. Ik drink graag thee. Ik drink graag koffie. Ik drink graag sap. Wat eet u s'avonds? Rijst brood kip ik eet brood ik eet rijst met kip wat eet u 's ochtends brood ei ik eet brood ik eet brood met ei wat gaat u morgen doen? Werken. Koken. Ik weet het niet. Ik ga werken. Ik ga koken. Wat hebt u geleerd op school? Engels. Talen. Veel dingen. Ik heb Engels geleerd. Ik heb talen geleerd. Ik heb veel dingen geleerd. Wat hebt u gisteren gedaan? Gewerkt. Gekookt. Veel dingen. Ik heb gisteren gewerkt. Ik heb gisteren gekookt. Ik heb gisteren veel dingen gedaan. Wat hebt u gisteren gegeten? Rijst, kip, aardappelen. Ik heb rijst gegeten. Ik heb. Kip met aardappelen gegeten. Wat is uw adres? Mariaweg 9. Mijn adres is Mariaweg 9. Wat is uw telefoonnummer? 0031 123 456 zeven Mijn telefoonnummer is nul nul drie één zeven acht nul. Wat kookt u graag? rijst, Gezonde maaltijden. Ik kook graag rijst. Ik kook graag thuis. Ik kook graag gezonde maaltijden. Wat vindt u van de Nederlandse taal? Moeilijk, makkelijk. Ik vind de Nederlandse taal moeilijk. Ik vind de Nederlandse taal makkelijk. Wat vindt u van Nederland? Mooi. Leuk. Interessant. Ik vind Nederland mooi. Ik vind Nederland leuk. Ik vind Nederland interessant. Wat vindt u van Nederlandse mensen? Aardig. Vriendelijk. Lief. Ik vind de Nederlandse mensen aardig. Ik vind de Nederlandse. Ik vind de Nederlandse mensen vriendelijk. Ik vind de Nederlandse mensen lief. Wat voor kleren draagt u vaak? Broek, T-shirt, jurk. Ik draag vaak een broek. Ik draag vaak een T-shirt. Ik draag vaak een jurk. Wat voor kleren vindt u mooi? Broek, t-shirt, jurk. Ik vind broek mooi. Ik vind t-shirt mooi. Ik vind jurk mooi. Wat voor werk wilt u doen? werk. Beveiligingswerk. Administratiewerk. Ik wil horecawerk doen. Ik wil beveiligingswerk doen. Ik wil administratiewerk doen. Wat wilt u graag leren in Nederland? Nederlandse taal. Nederlandse cultuur. Ik wil de Nederlandse taal leren. Ik wil over de Nederlandse cultuur leren. Welke dag is het vandaag? Woensdag, Donderdag. Het is vandaag Woensdag. Het is vandaag Donderdag. Welke dieren vindt u leuk? honden katten olifanten ik vind honden leuk ik vind katten leuk ik vind olifanten leuk welke kleur vindt u mooi blauw wit zwart Ik vind blauw mooi. Ik vind wit mooi. Ik vind zwart mooi. Welke maand is het nu? Maart April Het is nu maart. Het is nu april. Welke talen spreekt u? Arabisch, Engels, Thai. Ik spreek Arabisch. Ik spreek Engels en Thai. Wie helpt u met Nederlands leren? Mijn partner. Mijn vriend. Mijn vriendin. Mijn docent. Mijn partner helpt mij met Nederlands leren. Mijn vriend helpt mij met Nederlands leren. Mijn vriendin helpt mij met Nederlands leren. Mijn docent. Helpt mij met Nederlands leren. Wie wonen bij u in huis? Mijn ouders. Niemand. Ik woon met mijn ouders. Mijn ouders wonen bij mij. Niemand. Ik woon alleen. Great. Bedankt voor het kijken. We hope you found this video helpful. Do give it a thumbs up. By the way, if you want more preparation material, check out this playlist that will help you practice for your Dutch A1 exam. Tot de volgende keer.